Hi, ik ben Susanne en ik ben culinair specialist bij het Voedingscentrum. Welkom bij onze nieuwe serie Favoriete Gezonde Stijl. Vandaag nemen we traditionele nasi onder handen. Ik ga met jullie kijken naar de ingrediënten, want hoe gezond is het nou echt? Vandaag maken we een nasi voor twee personen. Ik maak hem met zilvervliesrijst. Daar zit naar verhouding veel meer vezels in dan in witte rijst. Ik heb hier de witte rijst en hier de zilvervliesrijst. Nasi goreng is een traditioneel rijstgerecht uit Indonesië. Het betekent ook letterlijk gebakken rijst. In Nederland maken we hem vaak met witte rijst, niet zo heel veel groenten en best wel veel vlees. En er gaat vaak zo'n nasi mix doorheen en daar zit best wel wat zout in. We hebben een poll uitgezet op social media met de vraag: wat is de volkoren variant van rijst? Is dat meer granenrijst of zilvervliesrijst? Het goede antwoord is zilvervliesrijst. Dat zal je misschien verbazen. Voor meganen klinkt vaak ook wel gezond, maar het is meestal een mix tussen zilvervliesrijst en witte rijst, waardoor er naar verhouding minder vezels in zitten. Dus wij gaan vandaag ook koken met zilvervliesrijst. Ook gaan er meer groenten door deze nasi ten opzichte van de traditionele versie, ruim 150 gram per persoon. En we mengen onze nasi mix zelf en daar voegen we geen zout aan toe, dus het zijn echt puur de kruiden. Nu weet je dat er ook een gezonde variant bestaat van de klassieke nasi goreng. Nu ben ik natuurlijk ook heel benieuwd hoe je die kunt maken. Dat ga ik je laten zien. Ik vul het pannetje met een klein beetje water, voor ongeveer de helft. En dan breng ik hem aan de kook. Voor het afmeten van de rijst gebruik ik een eetmaatje. Ik meet de rijst af voor twee personen, tot dit tweede streepje. We maken de nasi vandaag met ui, prei, paprika en ik heb hier nog wat toge. Ik ga beginnen met het snijden van het uitje. Een handige manier om het te snijden is om wel dit kontje er een beetje aan te laten zitten. Want dat zorgt ervoor dat die rokken aan elkaar blijven en je ui niet uit elkaar valt als je hem snijdt. Dan kan ik hem zo mooi in blokjes snijden. En dan pakken we een teentje knoflook. Dan heb ik een handige manier om de schil eraf te krijgen. Ik leg hem plat op de plank. Leg je mes er plat op en slaat dan een keer. En dan kan je hem fijn snijden daarna. Je kunt natuurlijk ook gewoon een knoflookpers gebruiken als je dat liever wil. Dan ga ik de prei snijden. Maar omdat dan het groene gedeelte komt op de boven de grond uit, dus daar kan nog wel zand in zitten. Dus heb ik een makkelijke manier om dat even te wassen. Dan snij ik hem over de lengte helemaal door midden. En dan kan ik hem zo onder de kraan helemaal schoon spoelen. Veel mensen gooien het groene gedeelte weg. Maar dat is eigenlijk ook hartstikke lekker. Het heeft alleen iets langere kook- of baktijd nodig. Omdat het iets vezeliger is. En als laatste ga ik de paprika snijden. Ik snij hem eerst in reepjes. Dan kan ik hem daarna makkelijk in blokjes snijden. En qua groenten kun je trouwens ook variëren. Witte kool is bijvoorbeeld ook heel lekker in nasi. Of wortel. Je kan er gewoon in doen wat je zelf lekker vindt. Dan ga ik een pepertje snijden. In het recept gebruiken we een half pepertje. Maar als je nou van pittig houdt, dan kan je natuurlijk ook gewoon een hele erin doen. Dan snij ik hem in dunne reepjes. Als laatste ga ik de kip nog even snijden. Dan hoeft hij ook het minst lang buiten de koelkast. En daarvoor gebruik ik een andere plank. En de kip die snij ik in kleine blokjes. Mocht je nou liever een vegetarische variant maken, kun je kip natuurlijk ook vervangen voor eieren. Dan gebruik je daar twee per persoon. En nu ga ik de rijst afgieten. Zo, laat ik hem gewoon even hier uitdampen. Ik heb hier een nasi mix gemaakt. En die bestaat uit vier verschillende kruiden. Ik heb gemberpoeder, korianderpoeder, laos en kurkuma. En met deze nasi kruidenmix heb je eigenlijk precies dezelfde smaak te pakken als de pakjes die je kunt kopen in de supermarkt. Dat zijn deze, misschien ken je ze wel. En hier kan tot aan de helft zout in zitten. Heel anders dus dan mijn eigen gemaakte mix waar ik helemaal geen zout aan toevoeg. Nu ga ik beginnen met het bakken van de kip. En hier gaat wat zonnebloemolie. Het lekkerst om een neutrale olie te gebruiken. Want als je olijfolie gebruikt, dat geeft een beetje smaak af ook aan je Aziatisch gerecht. En dat past niet zo goed. En we zetten hem op middelhoog vuur. En dan kan de kip erin. En dan bak ik de kip een paar minuten, zodat hij al gaar is. En dan kunnen daarna de groenten erbij. En in plaats van zonnebloemolie kun je ook maïskiemolie gebruiken of arachideolie bijvoorbeeld, als hij maar neutraal van smaak is. Nu heb ik de kip rondom gaar gebakken. Dan kan ik één voor één de groenten erbij doen. En ik begin dan met ui. Ik moet wat langer bakken dan paprika bijvoorbeeld. En daarna kan de prei erbij. Nu kan de paprika erbij. En daarna alle smaakmakers. Dus dat is de knoflook, pepertje en een zelfgemaakte mix. Je kan natuurlijk zelf bepalen hoeveel je ervan bij doet. Ik zou er in ieder geval twee theelepels bij doen.
Ik heb de groenten zo mooi gaar gebakken. Dan kan ik de rijst erbij doen. En dan voeg ik nog de laatste groenten toe, de toge. En die heb ik al even gewassen. En die bak je wel eventjes in ieder geval een minuut mee, zodat je alle bacteriën doodt. En om de nasi af te maken voeg ik nog wat ketchup toe. Een klein beetje, want het is natuurlijk best wel zout. En voorbij de nasi wilde ik nog lekker een komkommersalade maken. Maar waar is die? Oh. Ik heb hier nog de kipplank liggen. Die gaat natuurlijk even weg. Pak ik weer een schone. En ook een schoon mes. Ik gebruik de helft van de komkommer. Snij hem in de lengte door midden. En dan vind ik het altijd mooi om hem in schuine plakjes te snijden. Het ziet er gewoon net iets leuker uit. En dan gaat er ook nog wat peterselie bij. Een paar takjes. Ik pak er nu 5. Even wassen weer natuurlijk. En dan lekker fijn hakken. En als dressing voeg ik nog wat azijn toe. Ik gebruik nu rijstazijn. Maar dat kan elk azijn zijn, net wat je lekker vindt. En dan meng ik de salade even. En dan kunnen we aan tafel. Nu kan je genieten van deze favoriet, gezonde stijl.